kan, als ik aan het gamen ben, wat moet ik dan doen? Zo? Even dus je moet een halve minuut van tevoren voor de put of moet je moet een halve minuut in dat voor het einde moet je een vraag stellen. Ja, dat is eigenlijk het beste. Ja. Die dan moet ik in de gaten houden. Ja. Nou, stop. Oké, maar ik zal nog anders zeggen. Je kan me nog volgen. Dat zou wel even leuk zijn. Eventueel kan je nog wat geld. Je laatste euro die je van mama hebt. Eventueel mag je 100 euro doneren. Mag ook. Mag allemaal. Gaan we half huilen en zo? Ga ik het wel apart uploaden ook. Ja. 100 euro gekregen. Ja. Oh my god. Je hebt nu wel wat edits als je dit gaat uploaden. Hey, ik heb first blog een keer. Nee hoor. En dan gaan ze je bellen op Skype. Dan ga je praten, dan ga je huilen. Omdat je een mooi verhaaltje hebt over dat je schadevergoeding hebt. Meen je dat nou? Gaan ze gewoon niet capsen? Gaan ze achter de cap staan om gewoon te wachten tot je naar B toe gaat om dan je te killen? Ja, dat is nieuw, dat is al jaren. Dat doen ze zo vaak. Zodat je randebielen... Gewoon vanuit gaan vissen dat je tegen randebielen speelt. Randebieletjes natuurlijk, maar dat is gewoon kut, ja. Dat is kot. Het is een wonder, ik kan B pakken zonder een predator van mijn B. Het is zoveel beter hè, met kick. Alleen je moet alleen onder 2 seconden reloaden, want hij heeft al een klein, magazijn. Hij gaat dood door bullshit, door een auto die gewoon ontploft. Ja, ik ben als enige die dood gaat door het fucking sport. Ja, ik moest echt helemaal naar kant, ik ben net niet dood. God weet het, Marken. Bananen in pyjama. Dan lekker dat we alle caps hebben, dat speelt ze ontspannen. Ja, vind ik ook. Ja, op het laatste gaat altijd slecht, dus dan hebben we speling. Hey, Swagboy is er weer in, jongens. Hij is weer gejoind. Swaggy, Swaggy. En nu nog die gast met Gamertag, swag of niet? Oh. Ja. K-swag. Swag. Nee, dat was iemand met een Gamertag en zijn Gamertag was K-swag. Met een K-woord, zeg maar. Oh ja? Kaas? K-swag. Mag dat als Gamertag? Ja, ik vacht het ook niet van me. Oh, wat een mos. Maar het is ook een Nederlands woord, hè? Misschien daarom. In het Engels is cancer. Cancer swag. Oh zo, ja. Zo'n swag. Ja, Alpha. Ja, kut, die heeft een tyfusnummer in op. Oh, Blame Blood. Abonneer. Oh, achter je. Waar is het testje? Ik ben dood. Dan moet ik achter Paul niet. Ja, maar hoe kunnen we alle caps continu hebben? Ja, dan komt er die tyfus caps. Bananen. 4-0 weg, gewoon echt helemaal van ik dat ik een kwartier stun ben gewoon. Maar spelen in een lobby, dat is echt helemaal niks doen. Kan die standaard, dat is toch te schandalen voor woorden dit. Het heeft helemaal niks met gamen te maken. Godver, gewoon... die mixie dat weer, hè? Even nu. En wel? Ze campen met standaard, dat is toch erg. Dat kan toch niet, dit. Huh? Hij legt net zijn dingetje neer en dan gaat hij dood en dan spant hij gewoon meteen weer. Misschien moet je dan gewoon een andere iets gebruiken, gewoon een Semtex of zo'n radartje. Misschien, hè? Misschien. Jongen, die zogenaamde Swagger Boy, die is echt irritant. Die is gewoon. Ik gewoon... ben echt de spons niet meer nu. En dat is ook zo irritant. Hope Your Sissons weer. Omar, die is bij ons. Ja. Dus is inderdaad super slecht. Alleen hij capt het wel als een Mogol. Ja. Omar, ik snap nog steeds niet hoe als je gamet, dat je nog steeds door de caps er echt geen nut hebben. Dominee, je is alleen maar kutter maar. Andere Omar, die is alweer aan de andere kant om de volgende cap te gaan pakken. Jezus! Ja, de... Powers heeft dan, rot op. Je wil MVP worden. Echt is. Geen zin, Casper. Ah. Nee, het is zo lastig spelen, dit, hè? Ja, lastig niet spelen, man. Onmogelijk. Hè? Dat kan echt niet. Mogol. Die gasten hebben let nog helemaal niets gedaan voor Domination. Ze hebben alleen maar caps die ze gratis kunnen pakken. Spawn caps. De rest hebben nog geen moeite doen. Ik laat nou 2 keer een cap lopen, aan heb nu bij C, laat ik wel lopen. Dat is zo kunnen pakken. Heeft er iemand nog een streak? Nee. Ja, ik heb streak. Maar ik zal alles uitgaan, het is echt een pure eet. 12 streak. 4 streak? Het is nog erger dan van net. Het is echt ik heb er 1 streak. Te maken. Want ik heb een vestje in mijn hand. Ik ga alleen voor jou. Je hebt hem echt helemaal met elkaar. Het interesseert me helemaal niet. Feest je door, maar je bent 1 minuut voorbij, hè? Dus... Wat? Ik ken jou, dus heb ik zometeen weer helemaal haast aan het einde. Ga nog gewoon rustig, want kijk die stand. Nee, dat gaat helemaal niet om. Ik heb nog 13 streak heb ik nu. No. Nou, we zijn over de helft van de mensen. Je bent op de helft van je streak. Snap je wat ik bedoel? En aan het einde krijg je stress. Dus je moet echt rustig, hoor. Nog een keer vergeten. Je bent zo voorbij, deze match. Ja, kijk nou zo.
Zeg zo voorbij dit. Het duurt gewoon echt nog. Nou, ze gaan nou wel iets. Nee, ja, C gaan we weer pakken. Let op zo'n ding. Je hebt echt nog maar 2 minuutjes. Dus campen kan niet. Het voordeel is, het is wel sneller mogelijk. Ja, er staat ook een sentry op C. We hebben Joris ook. Wordt genaaid door Groenboy nu. 16 of 17 strik. Ik ben al 3 keer genaaid net door een Groenboy. Die had langsloot een knife. Dus een Nederlander die joint bij ons. Okay. Ook niet dan. Pitch zit allemaal bij de C, zeg maar daar. Oh, je zit daar. Ja. Je dacht je achter mij, wie liep achter mij dan? Kut man, ik heb. Het is amper te spelen man, dit hè. Ik zou hier niet naartoe gaan fishen, ze zitten constant op het gang. Hij heeft tijd, ze hebben nou in ieder geval een even een cap, hebben ze natuurlijk veel te vaak gedaan. Nee, nu gaat het iets langzamer, dus. Maar je hebt echt 1,5-2 minuutjes, niet langer. Ja, jawel, ik heb 2 minuten. Ja, we gaan even weten, het goed 16 en 17 streak heb ik. Oh, dan kan je wel campen, ja. Zo'n vis daar. Oh, visje weg. Fascinator NL. Nou, dat dacht ik ook, Saturn Felix. Waar wacht je? Nou, maar nee, ik ben alleen maar decoy voor je, maar met een sigaret. Groenboy pakt cap. Ik ben vis achter je, ik ben aan het hitmark wel. Hitmark, nee, vis weg. Waar dan? Oh nee, laat maar, hij is al dood door die Groenboy, zweet. Kijk, ik wou hitmarken, kut. Ik heb nog gekild per ongeluk. Ik stopte schieten en ik had hem nog net even gekild. Ik wil ze gewoon hitmarken voor je nu. Alle caps. Hitmark, ik heb een allemaal hitmark daar nu. Stunt. Allemaal hitmark, vis. Ja, en ze is koud skill. Ja, maar ja, ik heb ze hitmark zelf daar. Jongens. Kut, hij leeft nog. Zie je, dat is een hoek gedrukt. Jongens, laat B gaan. Hey, ja, dat moet je niet tegen ons zeggen. Moet je even in de lobby gaan. Ja. Kijk uit, vis. Die wil je pakken, ik heb nog een. Hij is daar. Wil ik wat pakken? Ik ben ver van alles weg. Telbomber. Oh, friendly. Oh. Waar loop je nu, vis dan? Of vuurwerk afstoken, random. Heb je dat gered? Kijk uit daar, vis, op de brug. Oh, fuck. Oké. Waar moet je nog, vis? 3. Ik zei nog, hè? 190, hè? Ja, ik zei nog tegen hem. Het lijkt er veel tijd, maar het valt kijken of ze wat is gaan spelen. Dan moet je gewoon rushen. Vis, hier zit er een. Of moet je het einde stressen? Je moet niet zo rushen. Wel. Ja! Lekker. Inzet hem meteen. Motherfuckers! Lekker. Nee, hij gaat niet meer af, man. Ah, AIDS. Hey, ik zei MVP. Want dat is mis van ons. 23-2. Jezus. Kijk hem op die webcam, hoor. Hoe kan je een Moab hebben gehaald terwijl je 23 kills hebt? Ja, ze is koud skill, toch? Skill. Oh. Jezus, mensen. Je praat over die app. Ja, wat is het? Jij nog geen crap app of zo? Motherfuckers. Niet te spelen, man, was dit. We lopen, nog eens campen. Je liep al eigenlijk de tering door de hele map heen.